Menno. Hi Itemar. Waar zijn we vandaag? We zijn op de Eikemaheerd, een prachtige plek tussen Loppersum en Westeremde. Dat zie je daar op de achtergrond. Ja. En dit is de boerderij van Piet Glas en Angela Rijnen. Zij boeren hier, ze wonen hier. En ze hebben de boerderij van een gangbare boerderij veranderd naar een biologische boerderij. En daar komt heel veel bij kijken. Ze hadden kippen al en akkerbouw. En nu combineren ze dat ook nog met een appelboomgaard. Dat zie je daar op de achtergrond. Ja. En ook nog bessen. Ik heb ook rabarber gezien hier. Dus van alles en nog wat. En ze vertellen ons over wat ze allemaal meemaken. Voor mooie dingen. Hartstikke leuk. Laten we gaan. Ja, prima. Jullie hebben heel veel veranderd hier rond de boerderij en op de boerderij. Waar ben je het meest opgetogen over? Ja, ik ben opgetogen over alles. Het is een heel groot avontuur en alles wordt mooier en beter naar mijn idee. Dus het land en de bodem. Jullie hebben heel veel in gang gezet. En ik ben wel benieuwd, waar ben je eigenlijk het meest opgetogen over? Nou, we hebben heel veel gedaan, maar het meest opgetogen ben ik over het fruit. En dat had ik zelf niet gedacht, maar misschien ben ik wel een carrière misgelopen als fruitteler. Ik ben altijd boer geweest, op allerlei manieren. We hebben dieren gehad, we hebben akkerbouw. En op een of andere manier, ik vind het ontzettend leuk om met die boompjes te pillen. Welke positieve dingen had je niet voorzien, die toch zijn gebeurd? Ik geloof dat het leren, dat is voor mij wel het allerpositiefste. Want wij doen heel veel nieuwe dingen. Ja. En ik ben sowieso geen boer, dus ik moet alles leren. Dat is best wel eens moeilijk ook. Maar ook ontzettend leuk, want ik merk dat is een heel ander soort leren dan ik gewend ben. Ja. Ik was altijd gewend om te studeren, uit een boek te leren. En nu moet ik een soort vertrouwen opbouwen van, ik ga gewoon aan de slag en ik ga het proberen. En ik leer vanzelf hoe het moet. Ja. Nou, ik wil graag veel dingen tegelijk doen. Vind ik leuk. Dat is dus tegenovergesteld van specialiseren. Wat de meeste mensen doen, wat in elk beroep voorkomt, wat ook bij boeren voorkomt. Ja. Ik vind het leuk om elke dag weer van alles te doen. Dus dat valt mij 100% mee. Dat vind ik zo leuk om te doen. Even de iets langere termijn. Wat zie je dan? Vooral op en rond je eigen erf. Welke veranderingen zie je nog? Ik ben er hartstikke nieuwsgierig naar. Want ik denk dat de sfeer verandert. Die boompjes gaan groeien. Het is nu nog een vrij kale boel. Dit was vorig jaar een grasveld, dus de verandering is al enorm ingezet. Maar al die boompjes, al dat groen, al die zichtlijntjes die je zo krijgt. Ik denk dat het een feest wordt om naar te kijken, om in te wonen en te werken. Ik was dus nooit een boerin. En ik kom uit de stad en mensen hebben mij altijd gevraagd van, is dat dan geen enorme overgang om van Amsterdam naar de stad, naar Loppersum te komen? Nee, daar heb ik nooit een grote overgang gevonden. Alleen, ja, apart. En alsof ik in een film leefde, vooral in het begin. Maar dat boerin zijn, nou, dat heeft mijn leven helemaal veranderd. Want dat komt zo diep binnen. En dat haalt allerlei dingen overhoop. Dat ik denk, nou, daar kan ik nog wel jaren mee zoet zijn. En als ik dat dan heb ervaren en ik heb beter geleerd hoe ik dat moet doen. En hoe ik daar ook mee om moet gaan, weet je wel. Dan heb ik heel veel geleerd in mijn leven. Ja. Oké. Okay.